Hoi, ik ben Nathan Vinnekes, ik werk voor Society. Nou, eigenlijk werk ik wel voor Society, maar vandaag werk ik even thuis. Dat kan bij Society, dus dat is te gek. Hè, dan kan je even, net even iets productiever zijn dan op kantoor. Want daar komen heel veel collega's altijd langs die heel veel vragen hebben. En dan ben je continu bezig met het beantwoorden van vragen. En nu heb ik eigenlijk zelf een vraag. Bij Society ben ik namelijk onder andere verantwoordelijk voor Society.nl. Althans, de ontwikkeling daarvan. En de ontwikkelingen daarop. En nu is het zo dat wij een hele gave updatepagina hebben op Society.nl. Maar die site bestaat inmiddels al 4 jaar. En al heel, heel erg lang wil ik graag dat mensen ook kunnen reageren op die updates. En een update is bijvoorbeeld een blog, hè? Dat we even allemaal snappen waar ik het over heb. Nu zijn er heel veel comment modules of andere third-party comment tools. Alleen, welke moet ik nu gaan gebruiken? Ik heb een aantal onderzocht, hè, zoals Discuss heb ik bijvoorbeeld bekeken. Ik heb even gekeken naar Drupal Comments zelf. Dus Drupal heeft zelf natuurlijk ook een module daarvoor. Facebook Comments bijvoorbeeld, dat ook door de Next Web wordt gebruikt. Maar ja, weet je, dat is weer een nadeel. Als ik alleen Facebook ga inzetten, dan kunnen alleen Facebook gebruikers dus comments plaatsen. En ik heb ook nog een andere gezien, dat was Spot.im, Spot.im. Maar ja, dat is nog een partij volgens mij die net bezig is, want of misschien ook niet. Maar in ieder geval, je kan niet zomaar gebruik maken van hun tools. Dus misschien hebben jullie wel een tip voor mij, welke comment tool nou handig is voor een Drupal website. Want dat is Society.nl, een Drupal website. Dan, heel graag. Plaats dan even je comment. Ik zet het filmpje op YouTube, maar natuurlijk ook op LinkedIn. Plaats je comment gewoon en ik ga kijken wat ik met jullie feedback kan doen. En op die manier kijken of het webteam daarmee aan de slag kan. Hey, alvast heel erg bedankt. Dit was mijn eerste vlog overigens. Ik hoop in de toekomst nog meer vlogs te gaan maken, zodat jullie ook een beetje beeld krijgen van wat doe ik nou bij Society bijvoorbeeld. Maar ik ga jullie vast ook vragen stellen en misschien heb je zelf ook wel een vraag aan mij, dan stel die aan mij. Hey, dankjewel hè.